Nou, ik sta hier tegenover Bert Keurhorst van BK Tuinen. En u komt uit? Apeldoorn. Van welke diensten maakt u gebruik? Ja, een beetje coaching van Jelle af en toe. Meekijken met de jaarcijfers van hoe gaat het en kun je daarin nog dingen bijsturen. Naar jullie informatievoorziening van nieuwsbrieven, zulke soort dingen. En zulke soort dagen verder vooral. Gewoon lekker met z'n allen brainstormen over allerlei onderwerpen en dat van elkaar opsteken. En wat vind je het fijnste aan werken met tuinkeur? Gewoon informeel, korte lijntjes. Als je een probleem hebt, bellen. Dus dat is, ja. Hoe lang zit u al bij tuinkeur? Ik denk inmiddels al een jaar of 8, denk ik. Van welke diensten maakt u gebruik? Mijn website wordt onderhouden door tuinkeur. En ik gebruik het... Het facturatieprogramma waar ze afgelopen tijd mee gekomen zijn. Welke diensten zou tuinkeur nog kunnen toevoegen? Poeh, dat is een goede vraag. Ja, dat zou ik zo niet weten. Het is al een heel compleet pakket eigenlijk. Wat vindt u het fijnste aan werken met tuinkeur? De korte lijntjes. Het is een kwestie van een appje sturen of een mailtje. En meestal heb je dezelfde dag wel een reactie terug. Nou, ik sta hier met Bart Hermans. Van welk bedrijf komt u? Ik ben van Hoveniersbedrijf, Bart. Hoe heb jij tuinkeur ontdekt? Nou, dat is alweer wat jaartjes geleden. Ik denk nu een jaar of 7, 8 zoiets geleden. Een beetje vanaf het begin eigenlijk. En hoe bent u bij tuinkeur uitgekomen? Ik ben een keer terechtgekomen voor een bijeenkomst die ze organiseerden. En het verhaal sprak mij toen heel erg aan. En waarom? Ik vind dat ze een mooie platform hebben. Je kan er met al je vragen terecht. En je vormt toch een groep met elkaar. Wat vind je het fijnste aan werken met tuinkeur? Wat ik het fijnste vind? Hoe noem je dat? No nonsense. Ja, dus gewoon recht voor zijn raap. En je kan altijd met je vragen terecht. En je krijgt gewoon een eerlijk en netjes antwoord. Ik wil dat het tuinkeur een hele actieve club is. Die hun klanten goed benadert en die aanpak die spreekt mij wel aan. Raad je tuinkeur aan voor andere hoveniers? Ja, zeker. Zeker. Ja, ja dat zeker. Ja. Zeker.